Iedereen die hier dus vist is verplicht om elke vis te wegen en te meten en door te geven. En, ja, zodat we goed overzicht over het bestand blijven behouden. Heel mooi. Ja, goed. Allereerste zilte zak hier ooit van. Dat is even mee. Vanaf 60 cent groot. Zijn ze groot? Volgens zeeltkenners. Ja. Ik zal het niet maar hoor ik de muziek wel op dat. Maar het is toch, het kwam aan bij hem dat hij uitpakte met je steekspel. Mm-hmm. En dat hij zoiets had van, wat? Ja, maar ik ben daar niet mee begonnen. Brood, ja, toch gisteren een beetje bij je steek. Ja. Zo van, alleen eet maar wit brood en bonen en tomatensaus. En hij heeft dan iets, ja, het is wel 3-1 voor mij. Qua stand met de vissen. En trouwens, nogmaals, ik heb hier lekker brood bij. 3-1 met de vissen telt niet. Waarom niet? Hij is een dag eerder begonnen. Ik, brave Limburger, ga zijn stek nog aanvoeren ook. Dat is dom, ja, hè. En dan, nu, dom. En dan nu een beetje 3-1. 3-1. Oh, het is 3-1. Ja. Ik ben alleen dan nou en ik sta 3-1 voor. Ja, triestig. Echt. Maar goed. Als we samen vissen, dan krijgt hij altijd op zijn doos. Dus wat doet hij nu? Als hij weet dat ik ergens ga vissen, gaat hij snel stiekem 2 dagen ervoor met een stek gaan afromen, zoals vorige week. Ja, dan kan hij wel een vis of 4 vangen natuurlijk. Nee. Plus, ik heb het voorvoeren aan hem toevertrouwd, wat dat ook niet echt een goed idee was achteraf bekeken. Want achteraf bleek dat hij eigenlijk bol heeft gegooid op plekken waar ik het helemaal niet gevraagd had. En dat zegt hij me dan nadat ik al 24 uur aan het vissen ben. Ah, ik heb daar gevoerd. Dus je probeert dus altijd... Ja. Maar het is mislukt, hoedemakers. Ja. Voorlopig wel. Delft ondergespit. Ja, dat is waar. Dat is waar. Als ik die op heb, hè, is het 2-0. Wat? Want een beetje met spaghetti saus van moeder de vrouw uitpakken, ja, dat kan ik ook, hè. Spaghetti saus, kom op, jongens. Zoals steeds kletst Mark uit zijn nek, hè. Nee. Ah, wel. Mijn vrouw kan ook koken, maar dat soort dingen. Mijn vrouw kookt Congolees, Afrikaans, maar geen spaghetti. Het lef. 3-1, het lef. Kom op, jongens. Beetje competitie doen hier. Want ik ken die man zijn stijl. Als hij nu dit ziet straks, hè. Echte Zaanse mayonaise. En de beste curry ketchup aller tijden. Dan gaat hij weer met een of andere lulverhaal afkomen van... Ja, maar goed. Calorieën, verzadigde vetten, bla bla bla. Ik ben gezond, ik leef gezond. Spaghetti saus met dikke bouletten. Het boeit mij allemaal niks. Dit is gewoon lekker. En daar gaat het nog altijd om, hè. Het moet lekker zijn en veel. Dus, ronde 2. En gaat smaak straks. Zonder twijfel.
kunt een beetje mee naar school, je kunt proeven om te bevestigen of het al dan niet enige culinaire waarde heeft. Ah wel, dat is tof, want bij Mark mocht ik niet proeven. Ja, dat verbaast me niet. Deal. Dat denkt hij niet aan, hè. Dat is een gast. De laatste nacht is achter de rug. Een mooie vis gevangen vannacht. 4:30 vanochtend. Spiegel van 15,1 kilo. Vis van de uitzetting van 2011. Best een groeier. Gisteravond nog een niet zo leuk voorval. Mijn Mark die door zijn enkel is gegaan. Die we in alle ruil nog naar het ziekenhuis, naar de spoed zijn moeten brengen. Dus, voor hem is de sessie een mineur geëindigd. Ik denk dat hij oud is voor een paar weken. Veel sterkte, Mark. Hij is niet meer van de jongste, geef maar toe. Je ziet, hij is minder fit dan die oude rakkers. Dus moet iets aan die conditie doen, dat is duidelijk. Deze middag net. Toen we gingen inpakken, ook nog een laatste aanbeet gehad. Een spiegel van net over de 10 kilo. Dus een mooie afsluiter. Heel onmerkelijk, eigenlijk op een water waar best een grote partij schubkarpers zitten. 5 spiegels gevangen uiteindelijk. Apart. Ik denk niet dat mij dat hier al is overkomen in de voorgaande jaren dat ik hier viste. Had ik er toch minstens altijd één of meerdere schubs erbij. Maar goed. Volgende keer zullen we een ander soort visserij belichten, bootvisserij, met boothengels bijvoorbeeld, dat is een van de opties. Of ook eens gooien vanaf de kant, met afstandhengels, dat is een andere optie voor een van de toekomstige filmpjes dat we gaan draaien. We zien wel. Goed.